Dit is een oproep aan alle katholieken en mensen van goede wil. De kerk leidt. De wereld is in crisis. België wordt geplaagd door nieuwe wetten tegen het leven. Daarom moeten wij bidden en offeren. De priesters en religieuzen van de priesterbroederschap Sint Pius X van de Benelux nodigen u uit om zich met hen te verenigen in vasten, onthouding van vlees en een intenser gebed op woensdag 23, vrijdag 25 en zaterdag 26 september, de Quatertemperdagen. De Quatertemperdagen zijn altijd boetedagen in de katholieke kerk geweest. Deze vier terugkerende tijden gedurende het jaar, bij het wisselen van de seizoenen, nodigen ons uit om te bidden voor ons na aan het hart liggende intenties. Gedurende deze dagen nodigen wij u uit om heel bijzonder te bidden voor de kerk. Volgens de intenties van de Heilige Vader, door de kerk zelf nader omschreven. De verheffing van onze moeder, de Heilige Kerk. De uitbreiding van het geloof. De uitroeiing van de ketterijen. De bekering van de zondaars. De vrede en eendracht onder de christelijke vorsten. De noodwendigheden van de christenen. In het bijzonder voor Libanon en de vrede in het Midden-Oosten, zoals gevraagd door Paus Franciscus. Bieden wij ook voor België, opdat het gespaard blijven van de nieuwe wetten tegen het leven. De priesters en religieuzen bieden voor deze intenties. Sluit u bij ons aan.